hele goede morgen, dames en heren. En super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mark. Welkom bij Mark Vlogkanaal. Mijn naam is Mark en welkom bij Mark Vlogkanaal. Zo mensen, ik ben in de kapper geweest, weer korter. Ik heb ondertussen even boodschappen gedaan net. Ik heb banaantjes gehaald en zo, yoghurtje, volkorenbrood, eitjes. En lekkere druifjes. Lekker hoor. We gaan van genieten, we gaan even ontbijt maken. En dan gaan we even ontbijten en dan gaan we wat leuks doen. Kijk, Twan is ook al wakker. Ja, ik ben wakker. Goedendag. En Rafael. Hallo. Goedemorgen jongen. Heb je goed geslapen? Ik wel, en jij ook? Jazeker. Ja, heel lekker wakker. Mooi man. Ja. En ja? Jij ook lekker geslapen? Ik ga even wat leuks doen. Ja? Ik weer een beetje mee zitten. Nou, wat gaan we doen dan? Stad in. Stad in? En hoe gaan we dan met de stad in dan? Met de auto. Met de auto? Wie heeft dan een auto dan? Jij? Hoe kan dat nou? Eigenlijk is dat best wel raar dat je eerst al je hele leven lang fiets zeg maar en loopt en met de trein gaat en dan opeens een auto door de stad. Ja, heel raar. Dat idee is heel raar zeg maar. In mijn hoofd nog steeds komt het nog niet, maar ja, dat is wel even gezegd. Ja, raar, je hebt een auto. Laat het straks wel zien. We gaan natuurlijk ook wel weer vloggen vandaag. We blijven gewoon kijken. We gaan even ontbijten. Maar ontbijt heb ik klaargezet voor jullie. Dus kom maar allemaal lekker zitten jongens. En, alleen broodjes komen er nog aan. En dan kunnen we ontbijten. Dames en heren, jongens en meisjes, daar gaat hij. Rafael laat zijn auto zien. Dus gaan we even zien. Dus gaan we een heel mooi shotje proberen te maken. Dus let's do it. We hebben alle drie een scootertje gepakt en we gaan op van David Kolsgaten naar Deventer. Nee. Dus let's do, go! Zo, we zijn er. We zijn aangekomen in Deventer. Hallo. Scootertjes staan daar. Ja. De mensen staan er echt achter. Dat was leuk. Dat was even leuk. Even toeren door Deventer. Dat dacht ik toch ongeveer 6 kilometer was. Maar goed. Ja. Maar dat was 8, nog wat. Wat kostte dat het nummer nou? Dat kost iets van 9 euro. 8 euro. Oh, maar wij kosten niks. Ik heb nog 3,72 euro. Ja, ja, ja. Het kost er niet. Ik krijg gelijk een krediet toch. Ja. Dus we gaan even lekker Deventer in, dus let's go. Zo mensen, zijn eventjes in de Mediamarkt. Ja. We zijn even in de supermarkt. Eventjes wat te eten en wat te drinken halen. En, let's do it. We zijn in de stad Deventer. We hebben allemaal wat te eten, wat te drinken. We zijn een beetje aan het lopen hier door de stad. Misschien vinden we nog wel wat om dat te kijken. Dus blijf wel kijken. We staan weer op het Deventer station. We gaan even naar de Deventer Kolsgaten om daar de auto staat. Ja. En, we gaan even boodschap halen voor vanavond. En ik heb wat gekocht. Ja, heb je wat gekocht? Ja, ik weet nog niet wat. Maar dat gaan jullie vanzelf wel zien. Ik ben weer bij Raafje thuis. We hebben het overleefd. Raafje kan goed auto rijden. Kan goed auto rijden. Ja,
Ja. Dat is een koppeling, maar ik weet niet of dat aan de auto ligt of was dat... Dat weet ik dus niet. Geen idee. Ik heb er nog geen ervaring met die auto, dus daar kan ik niet over zeggen. Ik heb deze gekocht. De drone DJI Mini 2. Want mijn andere drone is nog kapot. Die ga ik binnenkort nog laten maken. En dan heb ik nog twee, maar ik weet niet wat ik met die andere drone ga doen. Deze is voor nu eventjes mijn drone. Hoop dat ik daar mooie beelden mee kan maken voor in de vlog. Dat lijkt me super leuk. De Mini heb ik niet echt per se een droombuffet nodig, alleen een registratie. Dus dat scheelt weer geld, zou ik zeggen. Het is lekker compact, dus dat lijkt me wel tof. Dus ga even uitpakken. Nou, ik haal deze tas uit de doos. Een heel mooi tasje zo, met van DJI erop zo. Ta-da-da-da-da! Accessoires erop. Ik denk dat ik setjes kopters. Er zit de batterijen zitten. En de drone. Oh ja. Wat klein. Was in mijn zak wel. Ja. Oh, wat schattig. Zo zijn we proberen even aan eten koken voor de jongens en voor mij. Dus dat was lekker. Hey, smakelijk. Zo gaan we lekker eten. Ik heb eetbaar, lekker spersieboontjes, aardappelschijfjes en een slavinkje. En we beginnen eerst met deze capsule. Visoliecapsule. We hebben de visvetzuren ook weer binnen. En gaan we eten. Eet smakelijk. We gaan nog even met de drone proberen uit te proberen. Ik ga kijken of ik nog wat beelden van kan maken. Dus we gaan even naar de watervallen. Ik hoop dat het droog blijft. Dus let's do it. We zijn weer thuis, we zijn er nog bij Cor en Marlijn wezen drinken. Ik hoop dat jullie de droombeelden mooi vonden. En we gaan zo meteen nog even een film kijken. Denk, misschien over douchen, denken mensen. Morgenochtend wil ik nog even gaan sporten. Dus ik hoop dat Rafi even voor mijn sportkleding mee wil voor klaar leggen. Ja. Dan ga ik morgenochtend eventjes gauw mijn benen trainen. Mag wel gebeuren. Ga ik hier even sporten. Tantje gaat misschien mee. Misschien kan ik proberen of die mee kan. Nee. Anytime. Maar ja. Sportschool, wat ik al ga. Kijk wel. Maar we gaan even lekker filmen kijken. Ik spreek jullie morgen weer. Tot morgen. Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag zondag. Ik sta klaar om te gaan sporten. Het is iets voor 9. Maar we gaan even een uurtje sporten. Ik neem je mee. Als ik ga filmen, veel kennis met je. Zo mensen, ik ben weer lekker thuis hier bij Ravel en ik heb lekker gesport. We gaan nu even lekker ontbijten, het wandje voor ons klaargezet. Ja? Ja. Oh ja. Het wandje?
Ja. Goedemorgen. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag voor Raafje. Wat we gaan doen, ga ik nog even zwemmen. Wat we nog gaan doen is, dan ga ik weer naar huis. Ga ik coronaprik halen. Zo mensen, zitten we inmiddels in de auto. We gaan met z'n allen even zwemmen. Gezellig. Zo, ja, lekker gezwommen met de jongens. Ja, yes. Was super gezellig. Wat vond je van de zwembad in Wieren? Ja, wel prima. Lekker water. Ja. Lekker ons vermaakt. En, het is een beetje een stadsbadje, hè, zo. Ja. We gaan even kijken of we nog wat kunnen eten hier. Tenminste, ik. Want ik moet zo meteen nog gaan reizen. Dus we gaan even kijken of we iets kunnen smikkelen. En dan ga ik naar huis. Tot zover deze vlog. Heb je genoten? Beloon met een duimpje omhoog. En vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En yes. Zet ook even het belletje aan. De jongens staan in de beschrijving mocht je ze willen checken. Yes, en, doe leuke dingen aan. Mooi. En volgende week maandag om 7 uur een gloednieuwe vlog. Check dan allemaal weer. En dan zie ik jullie volgende week maandag. En dan gaan we op de racekast staan. Beloofd. Tot dan. Doei. Doei. Tot ziens.